Surinaamse studenten zijn vanmorgen in een informatiebijeenkomst geïnformeerd over internationale studiebeurs. De bijeenkomst is georganiseerd door de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname, de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten. Het is gebleken dat veel studenten niet op de hoogte zijn van de financieringsmogelijkheden van studies in het buitenland. Ook schrikt een andere taal veel studenten af. Het gevolg hiervan is dat duizenden beurzen onbenut blijven. Tijdens de bijeenkomst ging ex-minister van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordiger van de OAS, Marie Levens, in op dit probleem. De advertenties zijn niet voldoende en daarom zijn deze meetings dus wel van belang. En waarom zijn die advertenties niet voldoende? 1. Als ze niet in het Nederlands gestudeerd kan worden, hebben we al een beetje een probleem. Wat op eens gaat niet lukken. Praat met die 120 studenten die afgestudeerd zijn, gepromoveerd zijn in Brazil. Dan ben ik niet Brazilië aan het promoten, maar het is een voorbeeld. Omdat ik in Mexico, praat met de studenten die in Mexico hebben gestudeerd. Afgestudeerd zijn, terug zijn in deze samenleving. Praat met de studenten die in China hebben gestudeerd. Afgestudeerd zijn en in deze samenleving werken. Een taal is geen probleem. De taal kan geen probleem zijn. Het is al bewezen, en mevrouw Boer heeft eerder gezegd, we zijn zo multicultureel dat we overal passen. Dat is dus de vertegenwoordiger van de OAS, Marie Levens. Directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank, Wonnie Boudou, zei aan de studenten dat als er een goede studiekeuze wordt gemaakt en de student beseft naar welk land hij gaat, het wel goed komt. Studenten in Australië, in Barbados, in Trinidad, in Cuba, in Nederland, in België, in de Verenigde Staten. Een beurs hoeft niet 100% te zijn. Op de NOB zeggen we, de wereld is van jou. Maak een goede studiekeuze. Denk na over wat je wilt doen. Doe de juiste keuze van het land. Besef waar je naartoe gaat. We zijn zo multicultureel, we overleven overal. Dat is wat we met dit willen bereiken. Wonnie Boudou van de Nationale Ontwikkelingsbank vanmorgen bij de informatiebijeenkomst over de beschikbare internationale beurzen. De bank heeft in 6 jaren 4000 studiefinancieringen in zowel binnen als buitenland verstrekt.